De expositie Stille Koe en Slachterij Hildman trok zaterdag veel bezoekers. De expositie is gemaakt door Marlieke Overmeer en bestond uit verschillende schilderijen en installaties. Ook lag een vloer bezaaid met oormerken om stil te staan bij de dieren die voor de slacht gestorven zijn. Bij de opening was wethouder Noël Vergunst aanwezig. Dit weekend was het laatste weekend dat het slachthuis te bezoeken was. Hildman gaat namelijk plat om plaats te maken voor nieuwbouw.